Het meeste voer van melkkoeien komt van eigen land of uit de buurt. Dit is vooral gras, aangevuld met mais. Naast ruw voer krijgen koeien aanvullend voer voor een uitgebalanceerd dieet. Het aanvullende voer is een mengsel van verschillende bijproducten. Krachtvoer bestaat uit restproducten die overblijven na de verwerking van bijvoorbeeld suikerbieten of tarwe. Dit wordt aangevuld met sojaschroot. Een koe eet gemiddeld per dag 750 gram aan sojaschroot. Dit is een heel geschikt onderdeel van krachtvoer voor koeien, vanwege de goede aminozuursamenstelling en het hoge eiwitgehalte. Soja wordt niet alleen verwerkt in veevoer. Sojaolie is de meest geconsumeerde plantaardige olie wereldwijd. Het wordt gebruikt in sauzen en snacks en ook in producten als zeep en biobrandstof. Veel soja komt uit Zuid-Amerika, omdat het gewas daar door het vele zonlicht veel voedingsstoffen opneemt en heel snel groeit. Agriferm, Friesland Campina en andere partijen werken hard aan het verder verduurzamen van de voedselketen. Onder andere door lokale oplossingen en door alternatieven te ontwikkelen. Zo stimuleren we als Agriferm bijvoorbeeld ook Europese eiwitbronnen, zoals veldbonen. En daarmee wordt ook de afhankelijkheid van sojaschroot verminderd. Agriferm en Friesland Campina hebben al eerder afgesproken dat alle soja die voor onze producten wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn en ontbossingsvrij. Daarom wordt sinds 2015 alle soja gecertificeerd ingekocht volgens een internationale standaard. Op dit moment komt gelukkig bijna alle soja die wij gebruiken uit ontbossingsvrije bronnen. Maar ondanks controle en certificering weten we dat niet voor 100% zeker. Hoe klein de kans ook is, we willen heel graag uitsluiten dat de soja komt uit recent ontboste gebieden. Friesland Campina en Agriferm zijn van mening dat dat haalbaar moet zijn. Daarom hebben we het besluit genomen om een transparantere en traceerbare keten te ontwikkelen. Dat doen we door fysiek gescheiden soja in te kopen die gegarandeerd uit niet recent ontbost gebied komt. We werken samen, Friesland Campina en Agriferm, omdat we geloven dat het sneller moet. Sneller dan wat op dit moment in de internationale sector gebeurt. Met deze pilot komt de gegarandeerde ontbossingsvrije soja beschikbaar voor de melkhouders van beide coöperaties, Friesland Campina en Agriferm. De maatschappelijke rekening van sojaproductie mag niet komen liggen bij de natuur, het klimaat of de boer. In deze pilot onderzoeken we dan ook hoe we kunnen voorkomen dat die kosten terechtkomen op het boerenerf. Dat we soja kopen uit regio's waar bestaande natuur beschermd wordt en waar boeren hun landbouwgrond niet uitbreiden ten koste van de natuur, zoals het regenwoud. Agriferm en Friesland Campina willen ketenpartijen uitdagen deze beweging te maken. Waar mogelijk willen we anderen ook helpen om dit doel te bereiken. Want als coöperaties weten we, samen bereik je meer dan alleen.